Glory 80 begon in het Belgische Hasselt als een normale Glory vechtavond met vechten in de ring. Maar wat meteen opviel was de aanwezigheid van groepen hooligans in het publiek. De ene kant was op de hand van de Paul Rodczyk, een mogelijk verbond tussen ADO Den Haag en Poolse supporters van Legia Warschau, tegen het Butter Army dat natuurlijk op de hand van hun held is. Al voor de partij slaat de vlam in de pan, maar besluit de organisatie de resterende partij door te zetten. Maar als Butter Hari neergaat in de tweede ronde en 8 tellen krijgt, is er geen houden meer aan. De stoelen vliegen over en weer en de groepen vallen elkaar aan en dagen elkaar uit. Het staken van het gevecht duurt steeds langer, waardoor doorvechten steeds ingewikkelder wordt volgens de regels. Het duurt heel lang voordat de beveiliging de boel op orde krijgt. Er komt ook steeds meer politie opdraven die buiten wacht met ingrijpen. De organisatie houdt het na enige tijd voor gezien. De partij Butter Hari versus Wrocek wordt gestaakt en het gevecht van Jamal Ben Sadiq tegen Levi Richters gaat helemaal niet meer door. Glory komt meteen na het evenement met een statement dat dit gedrag onacceptabel is en dat op verzoek van de politie gestopt is met het evenement. En biedt het zijn excuses aan de fans dat het gevecht met Ben Sadiq en Levi Richters geen doorgang kan vinden.